Ze hebben met de benadders meegedaan aan een actie van Europa. En alle klassen zijn in de buurt geweest en hebben met prikketjes gezocht naar afval. En in de klas hebben we het bekeken en geïnventariseerd waar het bij hoort en waar het eigenlijk zo geworpen zou moeten worden. En we doen elk jaar mee aan deze actie. Dus we zijn hartstikke blij dat Europa dit opzet. Want het is goed voor de kinderen om te beseffen dat ze goed met het milieu om moeten gaan. Ja, de kinderen zijn razend enthousiast. Die vinden het echt geweldig. Dus ik denk dat het een hele goede actie is. Super, ja. Ik ben Noah. Ik ben Fleur. Ik ben Gijs. Ik ben Pim. We hebben met de hele klas opgeruimd. En we hebben om de kerk gelopen en op de voormars. En we hebben heel veel dingen gevonden. We moesten ook een hersje aan met handschoenen, want anders komt het misschien, als het niet makkelijk is om op te pakken met zo'n knijpding, worden je handen vies. En we moesten een vuilniszak mee. En ik heb een zelfgebreide sjaal gevonden en eigenlijk moet je die gewoon niet laten rondslingeren. En je moet zelf blikjes en papiertjes gewoon in de prullenbak gooien. Sommigen hebben hele rare dingen gevonden, zoals een scherm voor je fiets. En sommigen die hebben ook een heel blikje gevonden en ook iets heel grappigs, want we gingen langs het grasveld. Of een broek. Ja, ook goed. En we gingen langs het grasveld en nog een klein laagje ijs over kuilen. En daar had ik ook nog iets, daar had ik zo'n scherm gevonden. Ik heb wat oorbellen gevonden, peukjes gevonden. Ik heb mijn standbeeld gevonden. Dat is niet zo belangrijk, ik heb een bom gevonden. Alleen die zat er best wel raar uit. En voor de kijkers thuis, als je bijvoorbeeld een blikje hebt die iemand ernaast gooit, zegt hij gewoon, gooi hem eens in de prullenbak en als hij dat niet doet, gooi je het zelf in.